Welkom allemaal en leuk dat je kijkt bij de tweede kieskeurig livestream. Dit keer gaan we het over zonnepanelen hebben. Best wel een relevant onderwerp natuurlijk en een complex onderwerp waar misschien wel wat vragen over zijn. We gaan dit keer het echt hebben over zonnepanelen met twee experts. Aan de rechterkant van dit scherm zie je natuurlijk weer een chat. Mocht je vragen hebben tijdens de chat, stel ze dan daar gerust. Mijn naam is Kjeld en ik ga jullie even de experts voorstellen. Naast mij zit René. René, misschien dat het leuk is dat je kort even jezelf introduceert zelf. Oké, Kjeld. Ja, ik ben René. Ik run een zonnepanelenbedrijf waar we voor particulieren en voor bedrijven zonnepanelen plaatsen. Dat doen we nu vanaf 2013. En in die hoedanigheid probeer ik, net als in een verkoopgesprek, mijn kennis met jullie te delen in de hoop dat het wat duidelijker wordt allemaal. Ja, en volgens mij kom je net van het dak af, hè? Ergens in Zeeland. Het was inderdaad een haastklus, dus we hebben best wel wat overuren. We konden natuurlijk niet plaatsen tijdens die storm. Ja. Al die installaties moeten nu dubbel zo hard worden afgewerkt. Plus nog wat andere uitdagingen, dus heel erg druk op het moment. Ja. Ja, goed dat je er bent. En, hebben een paar leuke vragen al binnen gehad. De tweede expert zou eigenlijk zijn Lex. Maar Lex is verhinderd door corona en we hebben er dus een nieuwe expert voor hem ingevlogen. Dat is Jeroen de Jager. Jeroen, welkom. Dankjewel. Leuk als je even jezelf voorstelt en in welke rol je hier zit. Ja, nou, ik ben dus Jeroen de Jager. Ik ben geen expert. Nou ja, niet een expert als in de zin dat ik het installeer, maar ik ben een expert aan de ontvangende kant. Ik ben gebruiksexpert, want sinds begin 2019 heb ik zonnepanelen op mijn huis liggen. Ja, en dus daarvoor heb ik me ook wel een beetje ingelezen. Ja, ik wou net zeggen, je hebt de zoektocht echt recent afgerond en je weet precies waar je naar gekeken hebt. En stiekem eigenlijk Heb ik de laatste tijd ook nog wel de berichten een beetje bijgehouden. Dus ik ben wel geïnteresseerd in de materie. Nou, ja. voor jou ook. Welkom in de kieskeurige livestream. We gaan eigenlijk in deze livestream, twee stellingen ga ik zo voorleggen aan de experts. Verder gaan we het hebben over zonnepanelen, even wat algemene informatie. Welke types er zijn, hoeveel je er op je dak moet leggen bijvoorbeeld. Zit er een maximum aan? Heb je een minimum? Dan hebben we blok 2, waarin we het gaan hebben over salderen en over terugverdienen. Dat is natuurlijk super interessant en heel relevant, want je wilt, als je daarin investeert, ook weten wat je ervoor terugkrijgt. We hebben het ook even over de toekomst met zonnepanelen en veiligheid. Maar laten we gewoon gelijk beginnen met twee stellingen. René, ik leg jou graag de eerste stelling voor. Die luidt, nu de salderingsregeling mogelijk wordt afgebouwd, zijn zonnepanelen nu de salderingsregeling mogelijk wordt afgebouwd, zijn zonnepanelen geen goede investering. Oké, geen goede investering. Nee, nou dat is natuurlijk niet waar. Want ook als je met het meest conservatieve scenario rekent, dus dat je helemaal geen energiebelasting meer mag salderen, dan is dat nog steeds zo'n klein percentage van je energierekening. Juist omdat die energiebelasting nu ook zo is verlaagd recentelijk, is het eigenlijk een non-discussie. 3 cent minder opbrengst in 9 jaar tijd ten opzichte van een energieprijs van 21 cent. Ja, dat is niet, dat zijn de tientjes waar je niet wakker over ligt over een jaar gemeten. Daar gaan we het straks denk ik nog beter over hebben als we bij het onderdeel salderen komen. Precies, dan leg ik het uit. Ja. Jeroen, stelling aan jou. Het is slimmer om in één keer al mijn zonnepanelen te kopen in plaats van te verdelen over meerdere jaren. Hoe heb jij dat aangepakt? Ja, dat was voor mij eigenlijk een no-brainer. Het meeste geld wat je kwijt bent aan een zonnepaneleninstallatie is mannetjes die het op je dak komen leggen. Dat was in de offerte het grootste onderdeel. Een paneeltje meer of minder, dat is dan relatief gezien weinig geld. Dus ik heb gewoon in één keer mijn hele dak vol laten leggen. Ja, precies. Nou, leuk, komen we ook nog op terug, denk ik, bij het aantal zonnepanelen. René, type zonnepanelen, wat heb je, waar moet je op letten? Kun je even wat is een zonnepaneel in het kort? Dat is misschien ook wel fijn, kun je dat eens toelichten? Deze vraag komt eigenlijk van de heer of mevrouw S. Dompsel. Oh ja. Hij vraagt, of zij vraagt, zijn er verschillende types zonnepanelen? De wijze waarop de ketting bij de zonnepanelen loopt, in lus of in strepen. Waar moet ik op letten? Dat string of parallel, ja, dus dat is wel een goede vraag. Want als je aan zonnepanelen denkt, dan is iedereen meestal geneigd om meteen naar de merken zonnepanelen te gaan. Terwijl dat eigenlijk maar 1 van de 5 componenten is. Hè. Je zei al, team is eigenlijk heel belangrijk. Onderconstructie, omvormer
en ja, de manier waarop je het monteert. Dus dat zijn best wel wat verschillende componenten die je kan onderzoeken. Het zonnepaneel zelf, daar zijn heel veel merken in, maar je ziet dat er eigenlijk bijna geen uitval is van het zonnepaneel. Dus sta je niet blind op die merken, ze zijn allemaal met hele lange garanties. Mm-hmm. En daar ja, kan je eigenlijk niet zo snel een bijl aanvallen. Daarin heb je natuurlijk wel het verhaal over parallel en serieel waar zij het hebben. Ja, leg dat eens uit. Hoe zit dat in elkaar, parallel, serieel? Je zou kunnen zeggen dat een zonnepanelensysteem serieel is vanuit het uitgangspunt. Als daar zon op ligt, dan verbind je al die zonnepanelen gewoon aan elkaar zonder elektronische componenten ertussenin. Ja. Op het moment dat er echter schaduw over dat zonnepaneel het vlak trekt, dan kan je parallel gaan schakelen, elektronica toevoegen, om die schaduw te limiteren in alleen dat lusje. Okay. Door één lus kan maar één spanning lopen, dan kan maar één de zwakste schakel bepaalt dan eigenlijk in die lus je opbrengst. Dus als alle zonnepanelen in de zon liggen, dan is dat geen probleem. Maar ligt er één in de schaduw, dan trekt hij de hele lus mee. Dus ja, technisch gezien moet je altijd even kijken van nou, hoe gaat dat schaduw? Is er schaduw of niet? Is er geen schaduw, dan kan je serieel nemen. Ja. Is er wel schaduw, dan moet je eigenlijk wel parallel nemen. Ja. Jeroen, toen jij ging zoeken naar zonnepanelen, was dat in één keer duidelijk? Dat was wel even iets om duidelijk uit te zoeken. Ook omdat de standaardofferte toen al was, doe maar gelijk parallel met optimizers en toestanden. Maar gelukkig, mijn situatie was heel simpel. Ik heb een dak op het zuiden. Ik heb weinig schoorsteentjes of schoorsteenpijpjes of wat dan ook. Of geen dakkapel of wat dan ook. En ook geen grote bomen of andere huizen. Ik heb ook wel stiekem wel het jaar daarvoor al goed gekeken, het hele jaar door. Wanneer komt de schaduw op mijn dak? In het voorjaar, zomer of herfst en of 's avonds of wat dan ook. Ja. Ja, en ik zag eigenlijk gewoon, als het licht uitging bij wijze van spreken, dan was dat in één keer over het hele dak heen. Ja. Dus voor mij was het simpel. Er kwam ook een vraag binnen. Van Orf had, die vraagt, ik heb grote twijfels over het nemen van type zonnepanelen. Vooral omdat ik zie dat er klakkeloos gekozen wordt voor vaak Chinees spul. Dat kan een aanname zijn. Binnenkort zal de saldering minder worden of zelfs gestopt. Had jij nog twijfels toen je zoektocht begon naar zonnepanelen? Ik heb het wel een beetje uitgezocht, want er was toen wel sprake van één partij die was of failliet gegaan of daar was iets mee, garantieproblemen. Maar ja, uiteindelijk als je bij een partij koopt, dan krijg je een aantal jaren garantie erop. Ik weet het weer. Het was degene die het op het dak legde, die was failliet gegaan. Ja. En dan zit je in de knoei. Dus ik heb het gewoon bij een grote partij laten doen waarvan ik zeker wist, zekerheid heb je nooit, maar in ieder geval de kans dat die omvalt is niet zo heel groot. Nee, precies. Oké. Okay. Hey, een andere vraag. Als ik bijvoorbeeld mijn dak heb en ik denk van nou, ik kan er 10 op kwijt, sowieso wel, maar is er een maximum? Dat vraagt ook Ben 526. Die vraagt eigenlijk, het is misschien een vreemde vraag, maar hoeveel kun je te veel zonnepanelen hebben? Ja, dat is eigenlijk wel een interessante, want ja, ik hoor eigenlijk als eerste van jou dat jij hebt gekozen om gewoon het dak vol te leggen. Ja. En dat is heel erg afhankelijk van hoe je dat berekent. Kijk, nu die energieprijs zo is gestegen, ben ik met je eens. He, ben je eigenlijk een voorloper geweest die dat al inzag van nou, die prijs die gaat zo erg stijgen, op een gegeven moment wordt het interessant om die stroom gewoon kaal te verkopen. En dat was al zo in Duitsland en België, daar waren die energieprijzen heel hoog. Nederland had eigenlijk heel erg lage energieprijzen. Nou, dat is nu gecorrigeerd en dan zien we ook, dat we verwachten ook dat die nog verder omhoog gaat. En dan maakt het ook niet zoveel uit of je die kilowatts nou verbruikt of verkoopt. Ook in Duitsland zie je dat mensen zetten gewoon hun dak vol, omdat ze gewoon al 25 cent per kilowatt krijgen voor die stroom op het net. Precies, en ja. Los van die prijs ook, als je meer panelen hebt, dan kan je dus eigenlijk een grotere periode van het jaar jezelf bedruipen qua zonnestroom. En ja. Daarna heb ik een elektrische auto ben ik gaan rijden, sowieso warmtepomp, met dat thuis. Ja. Warmtepomp zou er nog een keer aan kunnen komen inderdaad, ja. Maar sowieso met corona thuiswerken ga je ook meer verbruiken. Dus in die zin loop ik mijn meer verbruik langzaam wel in. In mijn en advies kijk ik wel, sorry dat ik je nog onderbreek, maar daar kijk ik wel naar, als er een gepensioneerd gezin is die gewoon stabiel op 3000 kilowatt verbruik zit, ga je niet 6000 kilowatt opwekken voor die mensen. Nee. Dan doe je het wel binnen hun verbruik, omdat je natuurlijk ook rekening houdt met het budget wat ze hebben uit te geven. En je niet wil speculeren met het geld van iemand. Nee. Want je dus weet als ik het dan samenvat, dan zou je eigenlijk wel voor jezelf inzichtelijk moeten krijgen
hoeveel stroom je verbruikt eigenlijk. En wat je gaat verbruiken. En ook in de toekomst wat je gaat gebruiken. Ja. Dus denk aan je gezinssamenstelling bijvoorbeeld. Elektrisch rijden, warmtepomp. Ja, ja. En de investeringen voor de toekomst inderdaad. Ja. Dat je daar wel rekening mee houdt. En, en dus ook je aantal panelen. En stiekem ga je toch altijd over de jaren heen toch steeds iets meer verbruiken. Ja. Want er komen meer apparaten binnen. En inderdaad, als je van het gas afgaat en met elektra moet verwarmen op wat voor manier dan ook. Ja. Dan zal je meer verbruiken. Als je het gewoon uitrekent voor de kale energieprijs. Nu is het al rendabel. Ja. Dan heb je misschien een terugverdientijd van 8 jaar daarop zitten. Of 6 jaar of 4 jaar. Nou, het is allemaal rendabel. Dus daar hebben we het zo nog over. Terugverdientijd en solderen. Dat past bij elkaar precies, eigenlijk. Dus komen we later op terug. Er kwam een vraag binnen in de chat over de plaatsing van zonnepanelen. De heer of mevrouw zegt, goedenavond. Mijn idee is om 2 dakkapellen zonnepanelen te gaan leggen. Het oost-west. Is dat haalbaar? Ja, ik vind dat een goeie. Wij plaatsen veel op dakkapellen. En zeker ook die oost-west constructie, omdat die helemaal winddicht is. Mm-hmm. Je kan dat helemaal dichtbouwen. En nu met de storm ook. Hoe bedoel je dichtbouwen dan? Dat je het echt dat de wind er niet onder komt. Ja. Een windtunneltestsysteem met zijplaten. En je investeert dan vooral in een goede onderconstructie. En dat is dan eigenlijk de belangrijkste component nog van de zonnepanelen en de omvormer. Dus dat is iets waar mensen vaak niet naar kijken. En dat vind ik eigenlijk jammer. Want ik als installateur vind onderconstructie belangrijker dan welk merk zonnepanelen of omvormen. Want we hebben alles wel gehad wat in de markt zit. En heb je daar dan ook nog verschil in? Je zegt van ik vind dat heel belangrijk. Misschien dat consumenten zich daar ook meer bewust van moeten worden dat de onderconstructies Dat juist hele grote collectieve inkoopacties vaak kiezen voor goedkopere systemen. En dan denk je van, als je per paneel in plaats van €30, €50 krijgt om een systeem te bouwen, dan kan je naar de wat betere kwaliteit onderconstructie kijken. Nederlandse merken uit het Westland, kassenbouwers, die goede onderconstructie hebben bedacht, dat windtunnel hebben getest. En dan zie je dus ook met zo'n storm als nu, dat gaat dus goed. Ja. Maar als daar fouten in worden gemaakt of je ziet ook dat die oude onderconstructietypes die we 10 jaar geleden hadden, dat die niet degelijk zijn, dus dat er ook wel innovatie in zit. Dus het is goed om daarin te verdiepen. Ja. En dan is Oost-West een goede keuze, omdat je met Zuid heb je rijafstand van elkaar en heb je losse modules. Maar draai je die Oost-West, dan zet je ze eigenlijk met de nok naar elkaar toe en heb je mooie dakjes. Mm-hmm. En je ziet dus eigenlijk dat het de oriëntatie tussen Oost en West en Zuid, dat op die 12 graden maar 4% scheelt in je opbrengst. Ja. Dus gevoelsmatig kan je ook heel goed rendabel op Oost plaatsen of op West. Okay. En je hebt de hele dag, je hebt misschien niet zoveel piek opbrengst, maar je hebt over de hele dag wat meer. Een mooie spreiding. Ja. Ja, volgens mij was vandaag echt een goede dag voor de zonnepanelen. Zeker. Dag het wel. Beste dag van de maand. Jeroen, jij hebt ook een appje dan, denk ik? Ja, zeker. Die kijk wel eventjes. Ja? In het begin doe je dat nog meer, nog vaker dan nu. Maar ik heb vandaag nog wel hoeveel even gekeken. Hoeveel kilowatt had je dan? Ik had 34 kilowattuur. Zo, behoorlijk. Ja. Maar er liggen ook 24 panelen op het dak. Pal op het zuiden, ja. Een andere vraag van Johan A. Die vraagt over onderhoud eigenlijk. En best wel een grappige vraag vind ik het. Want hoe vaak moet je de zonnepanelen eigenlijk schoonmaken? Nou, geweldig, nooit. Nou, in jouw geval omdat in het mijn een schuin dak is. Ik heb een redelijk schuin dak. Ik denk wel 40 graden zo'n beetje of iets minder misschien, maar behoorlijk wat. En deze ligt onder 15 graden, vertelt Johan. Ja, en dan heb je waarschijnlijk kans dat je wel af en toe met een wissertje, je hebt van die mooie telescoopwissers en dat je dan moet poetsen. Ja. Maar bij mij, een voorjaarsbuitje en de ellende is er weer af. En ook herfstbuitjes. Is het zo makkelijk, René? Ja, je moet niet met producten gaan schrobben, want er zit wel een coating, een anti-coating laag op. Dus eigenlijk vogelpoep en de resten, dat spoelt gewoon met de regen en de stof dat af. Dus het is soms beter om er gewoon af te blijven. Niet schrobben. Niet schrobben. Het enige is dat er langs het frame aan de onderkant vanaf 15 graden ongeveer, dus die helling als die wat lager is, mm-hmm. dat er op dat frame wel algjes kunnen gaan groeien. En die kunnen jaar in jaar uit ietsjes groter worden. En als dat op een gegeven moment voor de cel komt, dan is het eenvoudig even met een doekje die laag algjes weghalen. Okay. En dan gaat dat niet voor de cel groeien. Ja. Net als je dakgoot eigenlijk. Net als je dakgoot. Maar het paneel zelf, dat krijgt gewoon die instraling van de zon. En dat houdt zichzelf schoon in de natuurlijke omstandigheden. En dat hoeft niet bewast te worden. Nee. Ik merk ook weinig verschillende opbrengst hoor. Mooie zonnige dagen waar toevallig net had geregend. En ook andere zonnige dagen met veel vogelpoep en andere pollen en toestanden erop. Grasjes. Je merkt bijna geen verschil in opbrengst. Nee. Nou, goed om te horen in ieder geval. En een goede tip dat je zegt niet schrobben. Absoluut niet. Nee, dan poets je op een gegeven moment een laag weg. Ja. En dat kan je alleen maar meer. Ik heb een vraag van meneer H. Landsbergen. Die vraag gaat eigenlijk over type panelen. En die vraag
luidt, zijn glas op glas zonnepanelen beter dan glas op kunststof? En ik denk dat die vraag best aan jou gesteld kan worden, René. Als ik het antwoord zou weten op zo'n vraag, dan zou ik een super expert zijn. Want het zijn best wel wat componenten die erbij komen kijken. Het is natuurlijk een glas-glaspaneel. Is het verschil belangrijk om te begrijpen, is dat een glas-glaspaneel en een niet-glas-glaspaneel is een paneel heeft aan beide kanten een glasplaat en een standaardpaneel aan één kant. Nou, dat standaardpaneel is 99% van de markt. En je kan niet zeggen dat 99% van de markt slecht is. Nee. Dus er is een niche met een iets betere kwaliteit door een glasplaat erachter te plaatsen. Daar betaal je wat meer voor, het is ook wat zwaarder werk. Heeft iets langere garanties. Maar de normale panelen hebben ook al een garantie van 25 jaar. Nou, dan wordt een glas 35 jaar. Als je inderdaad zo'n lange exploitatieperiode in acht neemt, kan je daarvoor kiezen. Dat is een keuze van iedereen voor zich. Ja, daar zit ook een prijskaartje bij. Als je nog een stapje verder gaat en je laat glas los en je gaat naar de nieuwste, beste panelen van LG en SunPower bijvoorbeeld. Die zijn misschien wel vier keer zo duur als een standaard paneel. En dat zijn hele nieuwe materialen die ze gebruiken ook in de satellietindustrie. En die kunnen dan inderdaad beter presteren met een betere temperatuurcoëfficiënt en ook betere wattage per vierkante meter. Maar die procenten zijn misschien maar 3-4% meer efficiëntie voor vijf keer zoveel geld. Dus ja, een terugverdientijd ga je op die meest moderne, beste technieken niet krijgen. Nee. Maar voor de freak die gewoon echt het beste wil, is er wel degelijk verschil. Hè? Dus tussen een normaal paneel, glas en een SunPower Maxeon of een LG Neon paneel. Ja. Hey, en Jeroen, jij hebt je panelen op een schuindak gelegd. Ja. Waarschijnlijk op de pannen. Nu begreep ik ook laatst van een collega die zei van ik heb ze in de pannen gelegd. Heb je daarover nagedacht? Of wat zijn, wat nou, dat is wel even de vraag. Maar ja, dan moet je hele pannendak vervangen. Dat is echt belachelijk veel gebeurt geld. Gebeurt dat veel, René? Nou, wij zijn in de sector er niet zo happig op. Wij hebben het zelf ook wel eens een aantal keren gedaan. Maar je ziet dat zonnepanelen, doordat ze een opbouw hebben vlak boven de zonnepanelen, een hele mooie isolatielaag hebben eigenlijk van wind en koeling, die er natuurlijk onder staat. En als je dat in gaat bouwen, dan worden die panelen wel vaak te heet in de zomer. Okay. Ik heb ook gelezen dat er de meeste brandproblemen waren. En dat is daar dus een stukje met veiligheid. Hoe noem je dat? Zonnepanelen die in het dak zijn. We zijn er ook niet zo blij mee. Nee. Het ziet er misschien mooier uit. Kijk, je moet je voorstellen, als wij een connector plaatsen, dat is handwerk. Dus het moet zorgvuldig gedaan worden. Maar als iemand dat duizend keer doet, kan het een keer misgaan. Ja. Nou, daar zitten beveiligingen dat zodra daar kortsluiting komt, dat het systeem uitgaat. Maar mocht het toch komen dat daar iets van brand ontstaat, dan is het op zo'n dak eigenlijk geen probleem. Want dat is opgebonden en dat is veilig niet in een dakconstructie. Okay. Maar als er in een dak iets gaat smeulen en je zit meteen op het hout en er is eigenlijk geen ruimte, dan gaat die brand natuurlijk makkelijk kunnen verspreiden. Ja. Dus het is moeilijker om dat veiliger te plaatsen. Nou, we kregen ook een vraag binnen en die vraagt eigenlijk, is het nodig om mijn verzekeraar op de hoogte te stellen van de zonnepanelen? Wat is er precies verzekerd? Gaat mijn premie dan omhoog? Jeroen, heb jij dit gedaan? Ja, maar al in 2019 was in ieder geval bij mijn verzekeraar niet nodig. Ik kon gewoon lezen, je zonnepanelen zijn gewoon meeverzekerd. En dat was toen nog misschien niet bij elke verzekeraar. Maar ik weet niet of het nu nog, maar ik ga ervan uit dat het nu bij elke verzekeraar is. Lees voor de zekerheid gewoon even je polis na. Precies, en, dat is gewoon dat is geen meerprijs. Nee, goed. Wel een goede vraag, denk ik. Ja, om zeker. Te stellen. En beter zeker weten dan. Zijn heel waardevol. Hey, voordat we doorgaan naar de vraag over besparen en salderen, wat natuurlijk echt mega relevant en interessant is, denk ik. En waar heel veel ontwikkelingen op dit moment zijn. Even twee andere stellingen. Jeroen, nu de eerste aan jou eigenlijk. Zonnepanelen zijn alleen handig in combinatie met een elektrische auto en of warmtepomp. Nee. Kun je niet dat wat meer toelichten? Zonder die zijn ze al interessant. Eerste anderhalf jaar heb ik zonder elektrische auto al die zonnepanelen gehad. Want je hebt nu een elektrische auto? Ja, ik heb nu een elektrische auto bij. Ik heb nog geen warmtepomp. Dan zou ik ook mijn verbruik niet eens mee kunnen opwekken. Maar los daarvan, de eerste anderhalf jaar had ik zeg maar nul kosten aan elektra. En ik kreeg nog een beetje geld terug van het terugleveren. Mm-hmm. En dat ging dus eigenlijk van mijn gasgedeelte af. Dus het bespaarde mij gewoon geld. Ja. Ja, en ik bespaarde misschien niet optimaal wat ik nu wel doe door die elektrische auto ermee op te laden met mijn eigen stroom. Ja, daar komen ze ook nog op inderdaad. Ja. Hoe ziet het eruit voor de toekomst? Inderdaad, veel meer elektrische auto's. Het wordt voor
naast de zakelijke rijders voor particulieren natuurlijk ook steeds interessanter met subsidies en dergelijke. Dus daar hebben we het zo nog over. René, stelling 4 is voor jou. Gekleurde panelen wekken 25% minder energie op dan blauwe of zwarte panelen. Nee, dat is niet waar. Nee. Dat is een fabeltje? Ja, dat zijn hele kleine verschillen. Je ziet inderdaad dat we vroeger nog polykristallijne panelen hebben. Dat is eigenlijk allemaal monocel geworden, monoperk. Dus er zit wel wat innovatie natuurlijk in die celtechnologie. Dat zijn denk ik de producten, of tenminste de grondstof. Ja, je kan het kristal, als het kristal zich plaatsvindt, dan kan dat op een meervoudig kristal uitkristalliseren of een enkel, mono of poly. Ja. Het is niet, de ene is beter dan de ander, maar er zijn gewoon twee natuurkundige kristalprocessen. En die poly die gebruiken ze in wat meer blauwere panelen. Het ziet er ook wat blauwer uit. En die mono in zwarte panelen. Maar omdat die efficiëntie toch in mono zit, zie je dat eigenlijk nu alles mono is geworden. Okay. En dat poly verdwenen is. Omdat mono toch ook wat meer performant is qua cel. En voordat we scheikunde lessen gaan krijgen hier. Dat esthetische verhaal, als je dus het helemaal zwart maakt, het paneel, dan wordt hij wel degelijk iets warmer. En dan is hij ietsjes minder rendabel dan een paneel waar witte backsheet achter zit om hem te koelen. Dat zijn zulke kleine verschillen dat je dus eigenlijk kan zeggen, nou wil je het esthetisch mooi, kies dan gewoon een zwart. Vind je het niet erg, is het uit het zicht, kies dan voor een black-white. Is dat ook een vraag die je stelt aan consumenten die jij advies geeft eigenlijk? Ja, echt gewoon kijken naar het esthetische, het oog mag ook wat. En als het in het zicht is, dan ga je niet witte ruitjes plaatsen. Plaats je gewoon een mooi zwart systeem. Nee, zeker. Ja. Merk je dat veel, tenminste als ik bij mij thuis kijk, dan jaren 30 huis. En daar wordt niet, de discussie is eigenlijk nog of er zonnepanelen opkomen, omdat het niet past bij het huis, mijn vriendin. Ja. Merk je dat het onder consumenten leeft? Ik vind dat juist een heel belangrijk puntje van hoe ga je die constructie doen? Hoe breng je symmetrie in het geheel en hoe verbind je ook alle dakvlakken weer slim met elkaar? Ja. Dus het is soms echt wel een puzzeltje om dat mooi te krijgen en netjes. En ik storm me vaak aan mooie huizen waar alles door elkaar ligt. Dan denk ik, zonde. Ja. Dat had gewoon mooi gekund als je er even wat meer aandacht aan besteedt. Dan moet je niet bij mijn huis langskomen. Ja, allemaal, elke plek. Bij mij ging het gewoon puur, ik wil zoveel mogelijk panelen erop. Dus er liggen ook een paar dwars. En maar als de klant wil, dan doe je dat. Ja. En dan pak je elk hoekje waar nog een paneel Jeroen, kan. Je hebt er waarschijnlijk ook over nagedacht voor de toekomst. Waarin je wil investeren om een duurzamer huis te hebben. Ja, en het meeste van de tijd zit je toch binnen in je huis. Ja, en wie kijkt er op het dak? Het hangt van per situatie af natuurlijk. Ja, ook. Hey, gaan we naar leuk onderwerp, denk ik, en interessant. Terugverdientijd, salderen, dat soort onderwerpen eigenlijk. Een vraag die binnenkomt van Fleur N. Hoe kan ik berekenen hoe lang het duurt voordat ik mijn zonnepanelen heb terugverdiend? Jeroen, hoe heb jij dat gedaan? Het was een rekensommetje van wat. Je bent nu natuurlijk een bepaald bedrag kwijt. En je weet ongeveer wat je zelf kwijt bent voor je verbruik. Dus dat kan je al van elkaar aftrekken in een aantal jaar. We kregen nog BTW terug. Dus dat kon je er ook al afhalen. En dan is er nog een beetje verwacht van, oké, als ik straks een elektrische auto ga rijden, wat kan ik dan nog meer terugvinden? Bij mij had ik een ruime schatting tussen de 5 en 7 jaar. Ja. René, is er een trucje voor? Het is uiteindelijk een hele complexe berekening waar je met economen jaren over kan discussiëren hoe je dat berekent. Maar ik probeer het altijd gewoon even Jip en Janneke taal. Je hebt een kilowatt. Wat is nou een kilowatt? Dat kost in Nederland 22 cent. Nou, vorig jaar was dat ook zo en nu is die misschien 25. Hij stijgt elk jaar met 6%. Maar als je dat gaat analyseren, wat is die 25 cent nou eigenlijk, of die 22 cent? Dat is eigenlijk 11 cent energiebelasting. Er zit 15 cent werkelijke energieprijs in. Maar die 11 cent hebben ze nu naar 3 cent gehaald om die energieprijsstijging eigenlijk op te vangen. Ja. Dus het is best wel een complex verhaal om een energierekening uiteindelijk helemaal te begrijpen en al die componenten. Maar als je dan gewoon een getal neemt als 22 cent, dan zit je veilig. Of neem 20 cent. Mm-hmm. En dan doe je dat keer je kilowattuur wat je verwacht op te wekken per jaar. En je kilowattuur is een berekening van oriëntatie en plekken waar die zonnepanelen liggen en locatie. Want Zeeland heeft meer zonuren dan Drenthe. Dus uiteindelijk is dat een berekening. Maar je kan, als je het conservatief wil nemen, ongeveer een factor van 85 nemen, dan zit je altijd veilig. Dus dan doe je je wattpiek, dat is je volledige vermogen, keer 85. En dan heb je je kilowattuur opbrengst verwacht per jaar. Ja. En als je dat dan keer die
20 cent doet of 25 cent, dan weet je wat je besparing is. Ja. Nou, dan wordt het wel iets complexer, omdat het studeren weg gaat falen, omdat je gaat autorijden, omdat je en gaat terugleveren. Dus op een gegeven moment gaan al die getallen je wel een beetje dollen. Maar als je gewoon zelf dat uitrekent, zonder inflatie en prijsreiking, en je komt op een terugverdientijd van 5, 6 jaar, ja, dan weet je eigenlijk wel dat het goed zit. Ja. Ja. Hey, ik hoor je net al een paar keer zeggen, ik hoorde Jeroen het ook al zeggen, salderen. Ja. Salderen en salderingsregeling. Het is, in het kort, wat is salderen? Ik denk het meest gebruikte woord inmiddels van Zonnepanelenland. Ja, je leest het in het overwoord. Beginnen daarover meteen. Ja. En leg eens uit, wat is salderen? Ja. Nou, wat salderen is, heeft voor mij ook een tijdje geduurd voordat ik dat echt begreep. Maar als je dus energie koopt op de markt, en dan betaal je daar bijvoorbeeld 15 cent voor. Maar als je het verkoopt, krijg je maar 8 cent ervoor. Nou, hoe komt dat? Omdat er energiebelasting tussen zit. En dat is, overheid heeft tot nu toe gezegd, alles wat je erin stopt in het net, mag je er ook uithalen als een batterij. Dus je mag eigenlijk de elektriciteitsrekening mag je zien als een soort meter die oploopt en weer terugloopt, zoals vroeger. Maar als die terugloopt, dan verrekent hij eigenlijk al die verschillende componenten. En de energiebelasting, en de energieprijs, en de duurzame energie, en dus de netbeheerderskosten, ja, meetbedrijfskosten, ja, en de btw. Dus ja, op een gegeven moment dan denk je, oké, wat als ik nou die stroom gewoon verkoop? Nou, vroeger was het zo dat die verkoopprijs heel laag was van energie en energiebelasting heel hoog. Dus dan is salderen heel relevant. Want je wil die energiebelasting eigenlijk weer terugkrijgen als je het verkoopt. Nou, nu heeft de overheid gezegd, we gaan dat salderen afbouwen. Het is ook wel logisch, want die energieprijs die gaat omhoog, steeds beter. Dus iedereen krijgt een steeds kortere terugverdientijd. Nou, dan op een gegeven moment zegt de overheid, nou dan gaan we dat stukje energiebelasting niet meer verrekenen met de stroom die je verkoopt. Ja. Nou, wat wordt dan je rekensom? En ik hoop dat jullie nog met me mee zijn. Het is namelijk als volgt. Je wekt bijvoorbeeld 5000 kilowattuur op, hè, met je zonnepanelen. De helft van die energie verbruik je direct over je koelkast, over je verlichting die je overdag gebruikt, of je computer. Ja. Nou, die kilowatts, dat zijn gewoon ongekochte kilowatts. Die heb je niet gekocht. Dus dat is gewoon jouw energieprijs, bijvoorbeeld 22 cent. Nou, dan is dat de helft van je energie keer die 22 cent. Ja, en dat is ook energie die je zelf gebruikt. Ja, dus dat hoef je niet te salderen, hoef je niet meer uit te geven. Nee, dat is gewoon wat je niet hoeft uit te geven. Nee. De andere helft verkoop je nu op dit moment aan een iets lagere prijs dan je inkoopt. Maar dat verschil is nu niet meer zo groot. Dus energiebelasting is nog maar 3 cent. Dus je gaat van 25 misschien naar 20 cent. Ja. Of van 20 naar 15 afhankelijk van je energiecontract. Vorig jaar was dat nog heel groot. Dus was energiebelasting nog een heel belangrijk component. Maar omdat dat zo klein is geworden, kom je erachter dat het ja, 30 euro is op een besparing van 600 per jaar. Ja, dan die 3 tientjes, dat maakt dan niet meer zoveel uit voor je terugverdientijd. Nee, dus die was aantrekkelijker, die is er nog steeds, maar die wordt langzaam uitgefaseerd, begreep ik. Nou, ja, daar zijn plannen voor, maar die worden ook weer uitgesteld. Het wordt steeds uitgesteld. Okay. Tot nu toe is het nog steeds 100% kan je verrekenen. Dus per jaar wek tussen de 7 en de 7500 kilowattuur op. Verbruik zeg maar zonder die elektrische auto, in die tijd was het tussen rond de 4000. Dus ik hou lekker over. Hoe langer die salderingsregeling is, hoe gunstiger dat is voor mij. Maar als die eenmaal gaat beginnen met afbouwen, is het ook met maar 10 of 20% per jaar. Dus dat duurt nog best wel een hoop 9% jaar. Per jaar. Dus het 9%. Duurt 10 jaar om het af te bouwen. Okay. Dus om nog één keer een concreet cijfer eraan te plakken. Als je 3 cent energiebelasting hebt op een energierekening van 22 cent, hè, dus dat is het component energiebelasting, ja, voor die dan mag je die 3 cent per kilowatt elk jaar 9% minder verrekenen. Dus dan heb je elk jaar 9% van die 3% minder te verrekenen. Ja. Maar als het maar 3 cent van de 22 cent is, dan is het eigenlijk lood om uit ijzer. Dus hoef je daar geen zorgen over te maken. Hey, en we verwachten natuurlijk dat die prijs ook nog verder gaat stijgen. Precies, maar na 5 jaar kan je nog steeds de helft gewoon gratis terugkrijgen. Ja. Ja. Dus in die zin, die salderingsregeling blijft nog heel lang interessant. Ja. Ja, dus ook als je nu nog nadenkt over zonnepanelen, is het nog steeds van toepassing om die salderingsregeling, inderdaad, daar kun je nog de vruchten van plukken. Ja, zeker. En of die nou er blijft of niet blijft, maakt helemaal niet zoveel uit. Dus het brengt alleen maar, dat is wel jammer, veel onrust op de markt. Omdat mensen denken, oh, salderingsregeling, hoe werkt dat? En dan kom je met zo'n complex verhaal en dan denken mensen, oh nee, ik ga het niet doen. Nee. Maar als je de mensen leert om het gewoon zelf uit te rekenen, pak maar gewoon de bedragen, pak maar je energierekening.
Even concreet, wat moet je als consument bijvoorbeeld klaar hebben om dat kleine, tussen haakjes complexe rekensommetje te maken? Dat is dan je jaarverbruik? Ja, ik zou zeggen je wattpiek van je installatie keer... Van de zonnepaneleninstallatie. Ja, van je zonnepaneleninstallatie. Dus je weet, oké, ik heb 10 zonnepanelen van 370 wattpiek. Dat is 3700 wattpiek. Dat doe ik keer 85, 0,85. Mm-hmm. Dat is de kilowattpiek, kilowattuur verhouding. Ja. Nou, dan uit mijn hoofd weet ik het niet exact. Ik heb geen rekenmachine, maar laten we zeggen dat dat 2200 watt is. Wat je dan kilowatt per jaar opwekt van die 3000 geïnstalleerd vermogen, wattpiek. Ja. Nou, die 2200 kilowattuur die je daarmee opwekt, doe je dan keer, en nou komt het, je energieprijs ongeveer voor de helft die je nu betaalt. Mm-hmm. En de andere 3 cent lager, maar dan elk jaar 9% 3 cent lager. Bouw je af dus, en dan kun je eigenlijk... Ik had het, toen ik hier binnenkwam, nog even nagekeken. Ik kwam gemiddelde energieprijs van 19,5 cent voor de index van alle Nederlanders. Dus als je met 19,5 cent rekent, dan zit je eigenlijk altijd veilig. Mm-hmm. En dan zou je op een terugverdientijd moeten komen tussen de 6 en de 8 jaar met je zonnepanelen. Ja. Ja. Nou, het klinkt als een flinke rekensom als je het zo uitlegt, maar ik denk als je het op papier zou schrijven, is het ook weer niet zo ingewikkeld. Nee, precies. Nee. Ook weer. Ja. Hey, een vraag die binnenkomt van Sy Bertus en die kijkt ook al een beetje naar de toekomst. Hoe snel wordt een betaalbare oplossing verwacht voor eigen opslag van de door de accu, door de zonnepanelen opgewekte energie? Zijn er bijvoorbeeld al betaalbare accu's of andere oplossingen? Is dit dan ook de oplossing voor een overbelast netwerk? Nou, denk ik dat we die even moeten opsplitsen. Ja. Eerst een soort van thuisaccu. Is thuisaccu ook de toekomst? Nou ja, we zien of wel dat het veel gevraagd wordt. Bijna elke klant vraagt het wel. En die vraagt dan, ja, is mijn omvormer ready voor accu? Nou, ik kan iedereen geruststellen. Je kan altijd een accu overal plaatsen. Zowel DC-zijde als AC-zijde. Dus met alle omvormers zijn er altijd accusystemen compatible te maken. Alleen de keuzes zijn technisch nogal verschillend. Mm-hmm. Of je 3-fase, enkelfase hebt en of je een DC-laadsysteem of een AC-laadsysteem wil hebben. Want even terug naar het begin dan is een accu is eigenlijk de energie die je opgewekt hebt met je zonnepanelen, die daar dan wordt opgeslagen in plaats van dat je ze gaat terugleveren, toch? Nou ja, dat is een mogelijkheid, maar je kan ook zeggen een accu is een soort buffer. Die als de energieprijs laag is, oplaat. En als de energie hoog is, aflaat. Uitgeeft, ja. Hè, dus de auto's, de Tesla's en de elektrische auto's zouden dat ook al kunnen doen. Door toegang te krijgen en te kunnen bufferen met hun accu's. Zo komen we met smart grid bij heel veel mogelijkheden die we eigenlijk allemaal moeten toepassen. Om dat grid zo efficiënt mogelijk te managen. En daar is wel ontwikkeling in. En dat is een complex verhaal. Maar wat we nu zien met de terugverdientijden en ook met die salderingsregeling is dat er geen financiële prikkel is om accu's te plaatsen. Op het moment dat dit er natuurlijk wel is, dat je dus beloond wordt om dat te bufferen, dan is het een mogelijkheid altijd. Die blijft er altijd. Ja, en het is ook een hoop maanden is het kansloos. Want in de wintermaanden, zeg maar de donkere maanden... wek ik zo weinig op dat ik bijna niet eens mijn accu vol zou kunnen krijgen. Nee. Dus dan in die periode heb je er niks aan. En in de zomer zou die ook accu bij wijze van spreken continu overstromen. En ga ik hem s'nachts echt niet eens leeg krijgen. Nee. Dus dan heb je er ook weer niks aan. Dus ik denk je dat dat eerder met op de dag. Ja, hè? Je leeft met de dag, je leeft met de zon. En die zonnepanelen die volgen onze gebruiken. Dus je hebt best wel veel momentaal verbruik, direct verbruik. Mm-hmm. En dat stukje wat je dan over hebt, dat kan je net zeker vanuit de particulieren wel kwijt. In de omgeving. Ja. Maar ja, met die hele grote systemen die ook worden geplaatst, heb je soms natuurlijk wel problemen. Dat de stroom maar het is wel denk ik een oplossing voor in de toekomst. En waar we in de toekomst misschien meer als consument mee bezig gaan zijn. Ik denk ook dat het een interessant onderwerp is voor een volgende livestream. Dus die nemen we zeker mee. Mocht je nou nog extra vragen hebben over thuisaccu's of dergelijke, stel ze gerust op de Kieskeurig Community. Daar komen eigenlijk de meeste vragen die ik hier heb ook vandaan. Van mensen die zich van tevoren hebben aangemeld voor de livestream en daar de vraag hebben gesteld. Mocht je nog een vraag hebben, vul hem in de chat en we nemen hem mee in deze chat. Ik heb ook nog een vraag van Willem Va. Die gaat eigenlijk over terugverdientijd. Hij vraagt, ik heb al zonnepanelen op de zuidoostzijde van het huis op 52 graden hellinghoek. Nu wil ik mijn aantal panelen met 2800 wattpiek uitbreiden, maar dat kan alleen op de noordwestzijde van het dak met die 52 graden hellingshoek weer. Ik heb daar geen last van schaduw. Is eigenlijk die noordwesthoek, zeg ik dat goed? Ja, noordwesthoek nog wel redabel qua terugverdientijd.
Goeie vraag. Ja, natuurlijk hebben we engineeringsprogramma's om dat in te tekenen, maar vanuit mijn gezonde verstand, wat ik inschat, is het antwoord nee. Ik denk dat Noordwest, dan zit je echt aan de verkeerde kant. We zien nu op dit moment dat je tussen Oost en West en Zuid, dat je daarop plaatst. Maar niet aan de noordkant. En zeker met die helling van 52 graden, 52 zelfs, is best wel een sterke helling. Ja, dan zit je niet op de zon. Er zal natuurlijk wel rendement uitkomen. Dus wie ben ik om te zeggen dat dat genoeg of niet genoeg is? Hè? Dus stel dat daar maar 20% uitkomt als op een zuidopstelling. Ja, dan zou ik het niet doen. Want dan moet je misschien wel 10, 15 jaar wachten voordat je dat terug hebt verdiend. Maar als een klant dat wil, dan kan dat natuurlijk wel. Het is niet dat het niet gebeurt. Nee, dus de hellingshoek is zeker van belang, denk ik. Ja, en hoe best is Noordwest? Okay, zeg maar. Komt net best wel nauw, ja. Dus als het iets meer naar het westen is dan naar het noordwesten. En daar kan eigenlijk een specialist eigenlijk altijd het beste advies op geven, denk precies. ik. Precies, intekenen. Ja, dat is echt een kwestie van detail engineering. En kun je als consument ook zelf je hellingshoek berekenen? Met de tabel van Haspel is het eigenlijk vrij eenvoudig. Ja? Dus zoek je gewoon op tabel van Haspel. Daar is een tabelletje en dan kan je eigenlijk je oriëntatie, de hoek van je panelen en de meteorologische plek in Nederland zien wat is de instraling en wat zou ik dan met deze rekenformule opbrengen. Ja. En de vuistregel is tussen alles tussen oost en west is rendabel met een factor 0,85 tot 90 in het midden van Nederland. En dan in het zuiden, aan de kuststreken met meer zonuren, gaat dat wel naar de 90 en zelfs naar de 100. Ja. En dan kan je het eigenlijk zelf uitrekenen. Maar het is natuurlijk ook makkelijk om een daktest te doen van een site ergens. Hè. Er zijn genoeg software-tooltjes om dat even uit te rekenen. Ja. Hey, andere vraag. Die gaat wat meer over de veiligheid dan. Ik hoor steeds meer berichten dat zonnepanelen afgeschakeld worden omdat het netwerk vol is. Hoe groot is dit probleem en hoe snel wordt dit opgelost? Nou, dan heb ik dat zelf ook inderdaad, was laatst ook volgens mij het nieuws over kabels en bekabeling, het netwerk en dergelijke. Ja. Ik weet niet, Jeroen, heb jij daar last van? Of ik heb het geluk, ik hou dat ook weer bij. Dus ik steek regelmatig even de meter in de stopcontact of in de wandcontactdoos, zoals je officieel moet zeggen. Om te kijken hoeveel volt de boel zit. En ik heb het geluk dat in mijn wijk het voltage nog niet zo hoog is. Want die omvormers die zijn zo ingeregeld. Bij een bepaald voltage dan wordt het te hoog. Ja. En dus dan schakelen ze af en dan heb je dus helemaal niks. Ja. Maar ik heb het geluk dat ik dus in een wijk woon waar dat probleem niet heerst. Maar er zijn ook kaartjes te zien waar de probleemgebieden zijn in Nederland met het netwerk. Ja, we hebben het wel bij klanten, ook bijvoorbeeld in Delft hebben we een aantal klanten in een woonwijk waar we veel installaties hebben geplaatst in nieuwe woonwijken waar gewoon in de zomer te hoge spanningsopbouw is. Oké, okay. Wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan de omvormers uit. Het is niet alarmerend dat je in die 365 dagen, 100 dagen, de systeemleed gaat echt om een paar uur per jaar. Okay. Dus het zijn hele korte momenten en ook weer niet significant voor je terugverdientijd. Maar daar moeten netbeheerder dan zwaardere kabels plaatsen. En dat zijn bepaalde piekmomenten dat die even uitgaat. Je kan natuurlijk best een procentje of 1 of 2 van je terugverdientijd afhalen. Om te zeggen, oké, voor risico's, voor hoge voltages op zomerse dagen. Gelukkig hebben wij in Nederland een mild klimaat, wat heel goed is geschikt voor zonnepanelen. Ja, dat dus over de normale dagen heb je felle zon, maar toch ook veel energiebehoefte en gaat dat toch wel redelijk synchroon. En op die bepaalde momenten dat het wel in de problemen komt, daar zullen we dan oplossingen voor moeten zoeken vanuit de netbeheerder. Ja. Particulieren hebben er nog niet, gelukkig, niet zo heel veel last van. Nee, oké. Okay. Dus het is ook clickbait vanuit de media misschien een beetje. Zeker, wat goed is uiteindelijk voor het bewustzijn. Het is wel goed, voor zonnepanelen. We moeten natuurlijk wel investeren in dat net. Dus dat moet wel door blijven groeien. En af en toe gewoon dan, als het hoogzomer is, toch maar even die mobiele airco aangooien. Zodat je momentaal verbruik hebt, Ja, en daardoor ook de spanning weer een klein beetje naar beneden gaat. En dat zelf sturen, dat slim omgaan met energie, dat zit er ook al wel in bij de mensen. Omdat ze dan de wasmachine vroeger 's nachts aanzetten voor goedkope energie. Maar nu is het andersom. Mm-hmm. Nu moet je wasmachine en je verbruiker dus overdag aanzetten als er zon is. Ja. Als je dat dus doet, dus bewust zelf, dan heb je 1...
die 3 cent salderen die je al pakt. Hè, nou, dat zouden je paar tientjes met veel moeite, dat is toch leuk. Ja. Maar het helpt wel het net om het net te verlichten. Dus ja. het zorgt ook weer dus voor... Dus het is goed dat je er zelf ook bewust van ja, moet zijn. Ja, ja je helpt het net door momentaal verbruik te doen. En dat doen ook auto's, elektrische auto's. Auto's overdag opladen als je thuis werkt, ja ideaal. Hey, vraag die binnenkomt van op de chat. De heer of mevrouw Strooi64, die vraagt... Hebben jullie nog tips voor het opslaan van energie? Hadden we het net al even over die thuisaccu. Zijn er nog andere tips? Zijn er ontwikkelingen daarin? We zien dat je hebt natuurlijk ook zoutaccu's en je hebt best wel veel verschillende accu's. Maar de lithium polymeer accu's waar ook de elektrische auto's van gemaakt zijn, dat is wel de standaard. Wat nu grootschalig wordt geplaatst in België en Duitsland. In Nederland is die markt echt nog niet van de grond, omdat wij dat solderen hebben. En omdat we nog geen financiële prikkel hebben om dat te doen. Maar het is wel degelijk een prijskaartje ook. Hè. De Deutsche Bank heeft gezegd dat ze verwachten dat de kosten 60% gaan dalen van die batterijen in de aankomende 5 jaar. Ja, dat hebben wij ook bij die zonnepanelen gezien. Die waren eerst duur en die zijn toen heel goedkoop geworden. En nu zijn ze weer eigenlijk op de helft van de prijs wat ze waren. En natuurlijk zijn ze nu nog duurder door die inflatie ook meegerekend. Maar je ziet wel dat het nog een nieuwe techniek is en dat het nu nog duur is. En als dat goedkoper wordt en er komen financiële prikkels om dat op te slaan, ja, maar dat het interessant kan worden. Voor nu heb je er eigenlijk geen... Nu is eigenlijk je enige optie als je daar bezorgd over bent of vervelend vindt dat je te veel opwekt, is gewoon je verbruik verhogen. Ja. Dus gewoon nogmaals die mobiele airco in de zomer. En een goed contract zoeken voor een hoge energieprijs. Want de ene maatschappij die geeft een hogere terugleververgoeding dan de andere. He, dus als je energiecontracten afsluit, dan hoef je niet alleen te vergelijken wat betaal je voor energie, maar ook wat krijg ik voor mijn groene stroom. Ja, als je zonnepanelen hebt. Ja. Ja, precies. Ja, en daarmee heb je ook een 2, 3 cent per kilowatt winst te maken. Nou, dan heb je heel dat energiebelastingverhaal weer terugverdiend. Alleen maar door even slim in te kiezen. Ja. Ja. Hey, dus je zei net opslaan van energie. Misschien wacht daar nog even mee. Jeroen, misschien voor jou. Denk je daar dan wel over na in de toekomst? Om bijvoorbeeld ik heb er wel eens naar gekeken. Ook naar zo'n Tesla Homewall of zo'n andere accu. Maar nogmaals, kan je bijvoorbeeld een 5 kilowattuur of misschien zelfs een 10 kilowattuur accu thuis neerzetten. Ten eerste is het echt een groot ding. Dus daar moet ik ook weer mijn plek voor voorzien te hebben. En het gaat mij niet zo heel veel brengen. Want als het een goede dag veel zon is, ja, dan kan ik wel 5 of 10 van die dingen volzetten. En dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Ja. Dus dan hoop ik liever dat mijn volgende elektrische auto ook weer terug kan leveren aan het net. Maar dan moet je dus alle componenten, dus mijn laadpaal moet anders worden, die auto die moet andere elektronica hebben. Dus dit gaat echt nog wel jaren duren. En de markt die lost het ook op. Hè? Door die energieprijs die we verhandelen, zie je dat er op een gegeven moment een negatieve energieprijs bijna ontstaat, omdat er zoveel energie is. Mm-hmm. Nou, dan grijpt Tata Steel en de koelcellen die moeten koelen, die grijpen hun kans om heel erg hoog op te stoken, veel te koelen en veel stroom in te kopen. En hun processen vol aan te zetten, om dan heel goedkope processen te krijgen. En die stroom dan op die manier te bufferen. Dus door slim te handelen, door te zeggen van nou, we gaan bepaalde bedrijfsprocessen juist opvoeren op het moment dat er veel stroom is. En weer minder maken op het moment dat die prijs eigenlijk duur is. Ja. Daarmee buffert de markt eigenlijk automatisch. En dus het komt erop neer dat je als consument ook gewoon bewuster kan zijn met wanneer zet je apparaat aan. Op het kleine, op het kleine gebied en op het groot gebied is dat hetzelfde eigenlijk. Ja, precies. Want we hebben het natuurlijk hier over zonnepanelen en eigenlijk voor de consument. We gaan richting het einde. Met superveel informatie in deze livestream denk ik al voor een heleboel kijkers. Jeroen, ik heb voor jou eigenlijk nog een laatste vraag. Wat vond jij het allermoeilijkste in je zoektocht naar zonnepanelen? Om een partij te vinden waarin ik het vertrouwen had dat die panelen op een fatsoenlijke manier op mijn huis legde. En ook de elektrische installatie op een fatsoenlijke manier aanlegde. Ik heb best wel wat discussies gehad met aanbieders. Heb je dan, ben je daar gaan vergelijken of heb je meerdere aanbieders eigenlijk naast elkaar gehad? Ja, ik heb meerdere offertes opgevraagd en ook gewoon gekeken wat zijn de componenten binnen in die offertes. Maar heel veel offertes zijn eigenlijk alleen maar, je krijgt die omvormer met die panelen en zo wordt het in je meterkast gelegd. Okay. Maar wie er bij jou op het dak komt, want dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. En wie komt dat vastgroeven, zeker met de afgelopen dagen. Ja. Ik was erg blij dat ze het gelukkig goed hadden gedaan. Ja. Maar daar kon ik nog heel weinig informatie over vinden. Ja. René, heb jij daar nog kort advies in voor consumenten? Ja, team is het allerbelangrijkste, vind ik zelf ook.
Wat zeg je? Het team wat je in je huis haalt. Ja. Ja, de vakmensen die je in huis haalt. En dat is moeilijk om dat voor een consument om dat te weten. Want ze krijgen een contactpersoon of een offerte. Ja, wie zijn het? Ja. Dus ik hou ervan om via bij onze klanten te komen. En dat zie je toch ook wel. Dat we weinig marketing doen, maar juist investeren in klanten en dat die weer klanten aanbrengen. Dus vraag het om je heen, wie heeft het geïnstalleerd? Als jij goede ervaring hebt, dan vertel jij het weer door aan de volgende. Ja. Maar heb je dat niet, dan is het goed om doortastend te zijn. Dus inhoudelijk zelf goed op de hoogte te zijn. Waar moet ik dat systeem op vergelijken? En niet alleen naar zonnepanelen kijken, maar ook naar onderconstructie, omvormer. En wat kritische vragen over de montage en de beschermingsgraad, de aardelijke automaat. Het is goed dat je het zegt. Omvormer. Ik denk dat je niet inderdaad, en ik denk dat dat ook een van de punten is die naar voren komt. Van let niet alleen op de panelen zelf, maar ook op de montage en wat je zei, de constructie inderdaad, dat die even belangrijk is. Dus ik denk genoeg waardevolle informatie. Tips. Ja. Ja. Dan ga ik jullie bedanken. Bedankt René voor je expertise eigenlijk op het gebied van zonnepanelen en toelichting bij heel veel vragen die zijn ingezonden tijdens deze livestream. Ik hoop dat het geholpen heeft. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Goede ervaringen denk ik en fijn om als de consument van waar loop je tegenaan. Dat is altijd leuk en ook advies van een consument die net klaar is met zijn zoektocht. Eigenlijk. Kan het iedereen aanraden, gewoon panelen leggen. Ja. Zeker, dan gaan we afsluiten dames en heren. Mocht je nog extra vragen hebben over zonnepanelen, stel ze dan gerust in de kieskeurig community. Daar zullen experts absoluut nog antwoord geven op je vragen. Voel je jezelf een expert, geef dan antwoord op anderen. Zo helpen we elkaar in een community. Binnenkort organiseren we een volgende livestream. Ik hoop je daar zeker weer terug te zien. Daarom kun je even abonneren op dit kanaal, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe livestream gaat beginnen. Vergeet even niet te liken. En we zien jullie hopelijk terug bij een volgende kieskeurig livestream. Doei!